Oh, dus je kan hier bovenover. Je kan hier bovenover. Zetten we hier even dit ding neer. En kijken wat er gebeurt. Er gebeurt niks. Oké dan. Dan pakken we een fraggie. Dan gooien we een fraggie tegenaan. Kijken wat er dan gebeurt. Er gebeurt ook helemaal niks. Dus wat gaan we doen? Dit kralletje gaat waarschijnlijk nog even duren voordat die dood is. Dus we gaan hier buiten lekker rondje lopen. Totdat die bus eindelijk eens terugkomt. En we lekker verder kunnen. In ieder geval, dat hoop ik. En de crawler is dood. Ander plan dus. We gaan even ammo kopen voor de AK. We gaan in de verte kijken of de bus eraan komt. Nee, natuurlijk niet. De bus moet nog heel de map langs. En dat zal wel nog een paar minuutjes duren. We kopen even ammo voor dit ding. En we gaan gewoon lekker verder. Ik mag nog 1 kogel van deze afschieten. In ieder geval, voor mijn regels mag ik nog 1 kogel afschieten. Oké, dan gaan we hier rondlopen. Zorg dat we niet gebackstapt worden. Dus we gooien hier wat fraggies. Eentje trouwens. Want, en we lopen snel door dadelijk. Ja, we lopen hier snel door. Die spannen ook zombies natuurlijk. Kijk, daar heb je er al een. Het is wel one mag kill. Dat is, valt wel een beetje. Dus even rebuilden hier. Zo. Ja. Daar zag ik nog geen zombie aanlopen. Of ik ben een beetje... ik zie het niet zo goed. En dat kan het best wel zijn. Weg jij... Dan gaan we de mist weer in. Het grappige is, die beestjes blijven gewoon weg als je uit de mist bent. Dus dat is gewoon echt... ik ben in die zombies aan het spawn trappen. Nee, ik ben gewoon die zombies aan het... En wat is dat? Ze hebben daar ook daadwerkelijk gewoon zo'n poepgat gemaakt, hè? Zo'n strontgat. Dat is dus super grappig, of niet dan? Echt gewoon een lekker poepgaatje. Een anusje. Nee. Shit. 2 zombies. It's getting more dangerous here. Het wordt gevaarlijker. Zo. Reloaden. Is de ding er al? Nee. We houden daar denk ik wel 2 zombies over. Ik hoop dat het daar een lekker slome zombie is. En anders, als er een snelle zombie is, dan moeten we wel even... Niks doen. Poep. Gaatje. Oké, ik hoor de bus heel dichtbij aankomen. Ik denk dat die aankomt, dus ik loop even dit rondje heel snel af. Ik ga nog een beetje schieten op die supersnel lopende zombies. Wat was dat? Een crawler, yes! Oeh, dat... En een dubbel smasher. Oké, dan gaan we even hierheen. Even zorgen dat ik hard in word gesloten hier. Inderdaad, dat was... Oh shit, snel reload. Oh, bedankt inskill. Weg jij crawlertje, ik hoor er nog een zombie aankomen. Die is daar, die kill ik. Had ik eigenlijk niet moeten doen, want waarschijnlijk is die zombie nou alweer dood, die crawler. We gaan de B23R weer kopen, want anders ben ik een beetje genaaid in de bus. De bus is er! Ik maak de part. Oftewel de ladder, heb ik bij. Ik heb hem meegenomen, helemaal... Door de hele map heen. De round is precies afgelopen. Ik loop de ladder op. Ik ga de bus in. Knife de bus. Gast. Of hij rijdt nu al aan. In ieder geval. De bus weer in. Fucking veilig. Koop dit ding weer. En hopen dat ik niet afga. Terwijl ik in de bus sta. Dus hopen dat we het halen. Kom op. Nee, we moeten echt nou super op onze hoede zijn. En alles super goed rebuilden. Goed alles beschermen. Want dit is gewoon echt een heel rot stuk. Gewoon als je in een hoge round in die bus zit. Kijk, nu begint het al een beetje. De zombies breken binnen. Ze komen binnen. Even kijken, ik heb er een self-revive nog. Dus ik ben niet genaaid. Ik ben wel bijna genaaid. Even kijken, hierachter. Kijk, daar komt er al een. Oké. Het gaat goed. Er zitten heel veel zombies achter mij aan, zie ik. Dus ik begin ook zachter te praten, omdat ik een beetje bang ben. Nee, ik ga random in de verte schieten. Dat helpt gewoon niet. Loop ik hierin, doe ik die deur open. Loop ik een stuk verder. Ga ik hier naar boven, doe ik die deur weer open. Want dat moet ook, dat moet ook, dat moet ook. Dan gooi ik hier een vrekje of twee. Die zombies komen natuurlijk achter mij aanlopen. Dat duurt wel heel lang. En omdat het zo lang duurt, koop ik even jerk. En dan heb ik de jerk! Oké, hier kan ik gewoon lekker doorlopen. Ik heb geen frag meer, dus ik moet daar even een round wachten. De mystery box heb ik ook nog niks. Maar ik ga daar de bus weer in. Want ik ben alles out of ammo bijna. Die hou ik. Die zombie hou ik. Hier is... hebben we nog iets qua perks hier? Nee. Kijk. Die hou ik. Dat is niet de laatste. Dus die... Nou, kom op. Schiet op jij. Fuck. Oh, shit. Knife lunch! Dronken zombie. Dronken zombie! Dat wordt wel de titel van dit deel, denk ik. Dronken zombie. Lijkt wel leuk. Dan gaan we weer naar het begin toe. Oh, ik word bang van jou. Nee! Ik kill jou niet. Maar dan ga je super hard rennen. Ja, ik moet jou wel killen. Duurt toch wel even voordat die zombies verspannen. De brug gaat kapot! Nee! Nou moet ik echt gedijst zijn. Op mijn hoedjes zijn. Dan moet ik mijn petje opdoen. En dan gaan we lekker... ja, oppassen, want de zombies breken binnen. Ik heb Juggernaut, dus het down gaan zal niet zo snel gaan, denk ik. Het down gaan zal niet zo snel gaan. Ja, dat denk ik in ieder geval. Als ze eenmaal binnenbreken, zoals die gast hier. Kom op. Even ammo kopen tussendoor, voordat ik daar niet in één keer op zo'n hele rot situatie... geen ammo meer heb. Dubbele points. Oh shit. Nuke. Oh fuck. Oh shit. Wat nu? Wat nu mensen? Wat nu? Want nu, denk na. Niet de, shit, wat moet ik nou doen? In ieder geval. Oh. Zo. We kopen gewoon even de M14. We kopen gewoon even de M14 voor deze. Want anders heeft het echt geen nut. Kom op, ga open. Shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck. Oh, nice. En ze zijn met turbo en mollen, nee. Ja, trouwens, ik kan die daar toch wel weer gewoon oppakken, maar ja, dan nog. Oké, dat ding rijdt weer aan. En dan moet ik wel ingaan. Hij rijdt maar al mijn zombies kapot. Waar gaan we heen? Oh, fucking hell. Ja, dit kraaltje, dat blijft nog wel moeilijk. Dat is niet zo moeilijk hier. Die hou ik al bezig. Nou moet je weer helemaal aan de andere kant van de bus komen, hè. Ja, dan moet je heel deze kant weer heen lopen. Wat fijn dat het weer zo'n lekker sloom is. Oh shit, dat gaan we niet doen, jongen. Hey, afblijven, hè. Dan gaan we mysterieën. Ja, dat moet maar, hè. En Slider Hand. Die hebben we hier. De Slider Hand. Dan gaan we even rebuildend geld verdienen. Oh, shit. Oh, nee, hij hit me 1 keer. Ja, nou zit je precies voor mijn ding. Wee. Wip. Nee. Ga weg, jij. Vies beest. Vies beest. Nee, dat is dus echt boertaal first class. Ja, wat? We gaan naar buiten en we ruilen dit wapen in, want dit is echt een stom wapen. Voor de Deze 50. Nee, dankjewel. Wacht even, heb ik die deur hier open gemaakt? Nee. Kost het ook weer geld. Val, kom op. Ben lucky. Dan mag geen sladderhands. Ja, kijk. Dit is al wat beter. Ja, ik doe hem nog gewoon een keer. Boeien. En dat was het waard, want dit zijn hele sterke wapens. Dit zijn echt twee bad boys. Deze trouwens ook al. Maar deze twee ook. Erg dikke bad boys. En we moeten even kijken of we hier ergens een deel kunnen vinden. Van de zombie shield. En we gaan even buiten lopen. Want dat is denk ik wel het slimst om te doen. Even kijken. Oh, dit is wel ongeveer een 20 shot kill. Oh nee, 10 shot kill. Dus als we ze gewoon lekker snel killen. Insta-kill. Oh ja, trouwens, we hebben Chuck, hè. Waarom schiet ik eigenlijk deze twee zo? Pop, op. We moeten gewoon lekker spelen met deze handgeweertjes. En nou kunnen we slide of hand. Kunnen we mooi gebruik van maken. En van die zombie ook. Zombies hier ook, sorry. Dat was nog net lekker een insta-kill. En ja, dan gaan we even aanlopen. De speedkolen halen. Wat wel jammer is als we hier afgaan bij Echtnaart. Dan moet je heel de map weer rondlopen. Dat zie ik me niet doen. Maar ja, het zal waarschijnlijk wel een keer gebeuren. De bus rijdt aan.